MH17, we weten het allemaal. Alleen die donderdag kwam in de avondrit eigenlijk steeds sterker naar voren dat Geert en Hanny ook in dat vliegtuig zaten en nooit meer terug zouden komen. Ik wil jullie daarom even vragen voor een minuut stilte. Het enige wat je hoorde was het getik van de regen, alsof de hemel even huilde. Bijna een jaar na de vliegtuigcrash van MH17 hield Tour Club Woensel een fietstocht voor Geert en Hanny Timmers. Het stel was erg actief en geliefd binnen de club. Echte clubmensen, heel sociaal bewogen. Voordat het ongeluk gebeurde, toen fietste Geert achter mij zonder dat ik het wist. Met name, ik ging naar links, hij naar rechts en toen keek ik. Ik zei, nou een prettige vakantie. En dat was het. Ja, dat kan ik niet in woorden uitdrukken. De beste maatjes. Nog steeds erg gemist, zie ik. Ja, bijzonder. Geert was docent economie en Hanny was leerkracht op basisschool De Bosuil. Ook oud-collega's reden daarom mee. En tijdens de rit werden er mooie herinneringen opgehaald. We zijn nog geen 2 minuten onderweg en we hebben al een lekker band. Hoe zit dit nou? Stel ik op film, man. Vroeger toen Geert en Hanny nog bij waren, en dan was Geert meteen, die had een fluitje achter in zijn jack zitten. En dan werd er gefloten en dan zei hij altijd, plaspauze. En dan wist iedereen van, nou gaan we rustig. En dan ging iedereen rustig afremmen, dan ging iedereen rustig staan. Maar dan was het geen plaspauze, dan was er gewoon lek. En dat was Geert. Die was er voor iedereen en dan Hanny ook. Kan ik het zien als een laatste stukje afsluiting? Ja, voor mij wel, ja. Ja. Inderdaad, ja. Maak je dan ondanks dat toch nog een mooie rit van? Ja, dank je wel.